Een hele goede morgen en welkom weer in Kleurstad. En dames en heren, zoals je ziet in mijn inventory heb ik bepaalde items. Ik heb namelijk deze mooie bladeren, ik heb deze mooie chest, ik heb item frames en ik heb armor stands. En dat is omdat wij vandaag een hele speciale kamer aan het maken zijn. We zijn namelijk een wapenkamer aan het maken. Ja, de pro die is al een tijdje ook bezig en ik heb hem ook wel een beetje geholpen. Alleen ik moest even deze items fixen zodat we het helemaal af kunnen maken. Want ja, wij willen dus gewoon een super mooie wapenkamer, aangezien de wapens iets is wat Giel niet heeft. En daarmee kunnen wij waarschijnlijk wel het gevecht winnen. Want ja, wij kunnen bazooka's maken, wij kunnen kogels maken. Dat is gewoon heel chill dat wij dat kunnen. En ja, als je dat allemaal kan, dan moet je wel een speciale wapenkamer hebben om al die mooie spulletjes in op te slaan. We hebben de hele avond iron gefixt en allemaal andere materialen om ook heel veel wapens te kunnen maken. En nu kunnen we dus heel die wapenkamer vol met wapens doen. Alleen ja, de wapenkamer moet natuurlijk wel gewoon mooie item frames hebben, zodat je de wapens mooi aan de muur kan hangen en zo. Dat is natuurlijk wel iets vetter. Oké, wacht eens even. Laten we hier naar boven gaan. Want de wapenkamer bevindt zich bij de geheime bunker. Ja, ik vond persoonlijk dat we niet zomaar de wapenkamer bijvoorbeeld hier konden maken. Want ja, dan zou Giel er sowieso achter komen. Dus daarom hebben we hem in de geheime bunker gemaakt. Hoppakee. Daar zijn we dan, bij de geheime bunker. Het is altijd leuk. Hey, ik heb alles spullen, bro. Hallo. Ik heb alle spullen. Nice. Ja. Nice. Ik heb hier in deze kist heb ik ook wel super veel materiaal om wapens te maken. Je ziet het. Hij is echt helemaal bom. Ja, dat is echt super nice. Alles uithalen zodat we dat beneden kunnen leggen in ieder geval. Ja, nou ja, je mag het hier laten liggen ook als je wilt. In principe... Ja, het is fijner om het in de wapenkamer te hebben, lijkt mij toch? Dat is waar. En nu kunnen we dus ook dit eindelijk... Die staat nu ook eindelijk beneden. Want ja, we hebben nu een speciale wapenkamer. En die wapenkamer bevindt zich hier, zoals je ziet. Kijk eens aan. Ik zal die chest wel even terugzetten, want die had ik nog. Oh. Dus die kunnen we nou wel... Nou ziet dat er weer mooi uit in ieder geval. Ja, die chest kan je gewoon weer terugzetten. Kijk, ik heb hier allemaal item frames. Ik heb flowering azili leaves, want die wilde jij graag, zei je. Ja, hier voorop. Vol. Nou, kijk eens aan. Dankjewel. Oh, die wilde je hier tussen doen. Ja, net zoals we er boven hebben. Dacht een beetje patroon houden, hè. Nou, doe maar. Doe maar. Ga je gang. Ik ben benieuwd. Hop, kijk. Hop. Kijk eens, wat mooi. Wat prachtig. Gewoon een beetje... Oh, ze moesten eigenlijk één type, nou, maakt niet uit. Dat is ook wel leuk. Weet je, wat ik wel een beetje jammer vind, is dat er een soort van paarsachtig iets erin zit. Oh, vind je dat? Oh, ik vind dat juist wel leuk. Nee, maar dat is de kleur van Giel. Oh, ja, nee. Je hebt, weg ermee. Ja. Weg ermee. Dan moeten we boven ook even veranderen dan. Ja, dit kan eigenlijk echt niet. Ik ga ze... Nee. Haal het maar weg. Ja, haal het allemaal maar weg. Ja, oké. We moeten een ander soort iets vinden dat ook mooi is, maar niet met paars. Nee, mee eens. Helemaal mee eens. Zo, hoppa. Oh, dat ik daar niet aan heb aangedacht. Oh, slecht. Ja, nou ja, ik zie het nu ook pas eigenlijk. Dat is wel een beetje raar, ja. Zo, hoppakee. Weet je wat? Ik ga het gelijk fixen. Okay. Ik ga gelijk wat andere leaves halen. Ja, ik heb ook dit gekregen trouwens. 2 keer. Ik weet niet waarom. 3 keer zelfs. Oh ja, die krijg je ervan. Nou ja, oké. Nou ja, niet elke keer kreeg ik ze, maar... Nou, niet elke keer. Weet je, ik heb geen interesse in die item, want daar zit paars in en daar hou ik niet van, dus... Ik leg al de dingen voor de wapens hierin, dan kan jij die dak gebruiken of meedoen wat je wil. Ja, ik heb gewoon even die liefst. Heb jij ook de working bench van de dinges? Of staat hier al beneden? Want ik zie hem daar niet boven staan. Je bent nee, ik heb hem wel. Ik wou net zeggen, ben je me nou voor de gek aan het houden? Nee, je doet heel erg rustig. Dit is letterlijk de item die we nodig hebben. Dankjewel. Oké, misschien was ik een beetje voor de gek aan het houden. Oké. Oh, er is eigenlijk... Jammer dat er niet echt een mooi centraal... Moet er eigenlijk 2 hebben, hè? Ja, eigenlijk wel, maar dat hebben we niet, bro. Nee. Ja. Ja. Ja, ik kan hem nergens echt mooi zetten nu. Nee, inderdaad. Dat is wel heel jammer. Nou ja, in ieder geval, weet je, ik zet hem wel gewoon zo hier. Ja? Ja, aan de blauwe kant, Gutsje. Ja. En dan zet ik zo hier een armor stand... Oh, dat is wel leuk. Ja, daar kunnen we wel iets leuks op zetten, inderdaad. Ja, en dan zo, hier kunnen dadelijk wapens in. En dan kunnen hier straks wapens in. Mag eerst niet gaaf als we hier een armor stand doen en dan hier ook heen? Ik heb maar en dan 2. We hiernaast zetten we dan, weet ik veel, misschien iets anders. Ja, ik weet het niet. We komen ook... er wel uit. Zo. Ik zou het in het midden weghalen als we daar armor stands willen maken. Maar ik heb niet genoeg armor stands, ik heb er maar 2. Nee, die regel ik wel, dat komt goed. Ja, maar kijk, oké, maar wat moet hier dan naast? Oh. Zo. Okay. Ja, we zinnen wel iets anders ervoor. Ja, het is gewoon heel jammer. Dan kun je die item frames, en dan kun je die item frames kun je wel hiernaast doen. 2 aan elke kant. En dan hier ook. Dat is waar. Zo,
boom, 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 boom. Nou, dan zijn ze ook precies op. Nou, ga jij lekker wat wapens maken? Wacht, hier kunnen we natuurlijk perfecte spullen in doen waarmee we de wapens moeten maken. Kijk eens aan, geregeld. Ja, ga jij maar die nieuwe bladeren fixen. Zo. Ja, ga ik doen. Doei doei! Ik neem dit allemaal mee. Doei doei! Zo, 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 zo. Hoppakee. En dan kan ik hier beneden heel veel mooie wapens gaan maken. En ik wil vooral bazooka's. Want bazooka's, daarmee kunnen we waarschijnlijk die muur opblazen. Even kijken. We hebben hier een bazooka. Ik besef me nu dat we voor een bazooka redstone nodig hebben. Dat is letterlijk het enige wat we niet hebben. En ik moet ook even wat gele kleurstoffen en zo ook fixen. Hij heeft wel rode kleurstoffen gedaan, maar geen gele. Dankjewel. Ik weet niet waarom rood eigenlijk. Dat hebben we daaraan. Oké, zo, 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 zo. Kijk eens aan. Oké, dan ga ik even snel naar boven om wat gele bloempjes te plukken. En ik ga ook even kijken of de pro iets van... Hoppakee, redstone nog ergens heeft liggen. Ik denk het wel. En anders zal er vast in mijn huis ook nog wat redstone liggen. Want redstone, als je gaat minen, kom je het zoveel tegen. Het is echt niet normaal. Oké, die kant op. Dan moet hier vast ook wel gele... Kijk, zie daar gelijk de gele bloempjes. Die gaan we ook even meenemen. En als de pro slim is, dan neemt hij ook wel blauwe bloempjes mee. Want dan kan ik het in onze beide kleuren maken. Pro! Pro op de brug! Hallo, ik zit hier in het water. Hier. Ja, hallo. Ik zie je. Hé, we hebben nog redstone ook nodig. Nee, daar heb ik nog wat thuis liggen. En nog iets anders nodig? Ja, als jij blauwe wapens wil, dan moet je wel blauwe dye meenemen, zeg maar. Oh ja, dat is wel slim inderdaad. Oké, ik ga het pakken. Yo, gele dye heb ik al, want ik heb hier allemaal mooie bloempjes. En ik denk dat 6... Nou ja, we kunnen wel voor wat meer gaan. Oh, hier staan ook allemaal blauwe bloempjes. Maar ik denk dat de pro deze bloempjes... Dit is een soort van de pro zijn bloementuin, dus ik zal daar wel vanaf blijven. Even kijken, heb ik hier nog ergens gele bloempjes? Nou ja, boeien. Ik denk dat 6 wel genoeg is. Weet je, zoveel wapens zijn er volgens mij letterlijk 6. En ik heb niet 2 wapens nodig, dus 1 is wel genoeg. Of ja, ik heb niet 2 bazooka's nodig. 1 bazooka is meer dan genoeg. Oké, laten we dan weer teruggaan. Nee, het kasteel. Dit kunnen we even zo doen. Boom. Hoppakee. Dan is het yellow dye. En dan gaan we hier naar boven. En dan springen we weer naar de geheime bunker. Zo. Hoppakee. Naar boven. Daar gaan we dan. En dan mogen we hier inspringen. Boom. Boom. Joeba. Dit blijft altijd wel heel cool. Oké. En dan gaan we hier gelijk naar beneden. Zo. En als het goed is, kan ik wel alvast andere wapens maken. Waar we vooral iron voor nodig hebben. Even kijken. We kunnen een grenade launcher maken. Die ziet er ook wel heel cool uit. Kijk eens aan. Zo, daar maak ik er 1 van. Hoppakee, kijk dan jongens. Nou, die plaatsen we alvast hierin. Dit is toch nice, dit is nice. Een heavy rifle. Ik heb al een heavy rifle, dus die heb ik niet nodig. Maar deze kunnen we op zich wel maken. Dan hebben we weer een nieuw wapen erbij. Boom, hoppakee. Weet je wat ik me nu besef? Ik doe heel leuk, zeg maar, de gele wapens daar. Maar ik kan beter de gele wapens hier doen aan de gele kant. Okay. Hallo? Hallo? Zo, ik schrik me kapot. Hallo? Oh, je bent beneden. Ja, ik ben beneden. Ik ben alvast de gele wapens aan het maken. Kijk, ik heb de redstone. Kijk eens aan. 9 stacks. Jeetje, je hebt zelfs redstone blocks. Oké, dat had niet eens gehoeven. Even toch kijken. Toch heb ik het. Nieuwe bladeren. Het zijn precies dezelfde bladeren, maar dan zonder de dingetjes. Oh. Oké, super nice. Kijk, staan. Zo, ik ben nu de blauwe of de gele kant aan het maken. Als jij straks, zeg maar, jouw kant blauw wilt. Ja, je mag het ook zelf maken, hoor. Ja, dat komt goed. Even kijken. Pistol minigun. Heavy rifle heb ik al. Even kijken. Oh ja, je hebt nou de machine pistol. Die hebben we ook nog niet. En dan heb ik er nog 1 nodig. En dat is de allerbeste. Namelijk de bazooka. En daarvoor heb ik de redstone blocks nodig. Zo, zo, zo. En dan heb je ook deze hier nodig. Oké, even kijken. Bazooka. Ja. En boom. Kijk eens aan. Hartstikke idee. Dit is wel echt super vet. Oké, als jij de blauwe kant kan maken, pro. Ik weet niet waar je bent. Ja. Ik ga door. Ja, ik ben boven die plaatjes aan het doen. Dan ga ik even kijken of ik allemaal kogels kan maken. Zo, hoppakee. Kogeltjes. Ik ga denk ik gewoon precies hetzelfde namaken, hè. Dat is wel het leukste. Hier 1 van, hier 1 van. Maar je hebt alle spullen. We hebben iron nuggets nodig, maar dat kan je maken natuurlijk. Mick, je hebt al de spullen. Ja, ja, I know. Rustig. Ja, ik moet de blauwe wapens maken, maar dat kan toch niet als je alle spullen hebt? Ja, maar ik ben bijna klaar. Ik ben bijna klaar. Zo, okay, zo. Hoppakee. Ik maak even kogels. Heb je weer van die gold nuggets nodig? Zo, hoppakee, oké. Er waren iets te veel gold nuggets. Zo, hoppakee. Boom, 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 boom. Kan je zelfs kogels kleur geven? Grenades. Kijk eens aan. Glowstick. Het ziet er heel leuk uit vanuit mijn perspectief.
effectief. Glowstone hebben we niet, helaas. Glowpowder, dus we kunnen geen stun grenades maken. Maar dat heb je in principe ook niet nodig. Mwah, hebben we ook niet nodig. Boom, 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 boom. En nog meer missiles. Ik hou van missiles. Kijk eens aan. Yo, dit is top. Oké, dan gooi ik nu al deze items hierin. Oh. Jeetje. Ja, ik moet niet kijk, die kogels dan. Ja, ik moet niet de kogels erin. Ik haal de dingen er wel uit. Zo. Ik hoop dat je nog genoeg hebt. Ik hoop het ook. Volgens mij heb je vooral iron nodig, dus dat moet wel goed komen. Oké. Okay. Ik kan de vasthouden. Ja, oké. Dan gooi ik al deze kogels erin. Hoppakee. Dan hebben we echt meer dan genoeg kogels. Heb je ook kogels opgepakt? Zo? Nee, ik heb er geen opgepakt, nee. Oké, super. Nice. Kijk, hier zitten alle kogels in. Oh, je hebt mijn bezoek opgepakt. Oh, nou, dan plaats ik hem gelijk hier. Ja, oké, top. Kijk, hier zitten alle kogels in. Dus als we kogels nodig hebben, dan moeten we gewoon hier zijn. En dan leg ik gewoon... ja, er zit hier ook trouwens glass pane bij. Want je kan natuurlijk ook scopes maken. Die heb ik ook in deze chest gelegd. Hartstikke idee. Ik ben echt super blij. Kijk hoeveel kogels we ook hebben. Het is echt niet normaal. En dan kan je bijvoorbeeld... Hier zie je ammo type. Dus advanced bullets. Nou, dan moet je even zoeken, want je hebt zoveel kogels. Nou, die pak je dan hier. En dan druk je gewoon op de letter R. En dan reload je wapen. En kijk eens, die is super sterk. Auw! Ja, hoeveel hartjes was dat? Auw. Ja, dat is, voor mij was dat 5 hartjes. Het enige wat ik nu nog moet doen. En wat we eigenlijk ook in ons kasteel ergens moeten maken. Is een enchanting kamer. Maar we kunnen in principe ook gewoon enchanten in Blauwstad. Dat is eigenlijk veel slimmer. Dat is, dat is inderdaad wel slimmer, ja. Want ik moet gewoon. Eigenlijk moeten we even gewoon al onze wapens enchanten. Plus, ik moet echt nodig mijn kleren enchanten. Want dit kan eigenlijk echt niet meer. Nee, en dit kan echt niet. Dan zijn we het sterkst mogelijk eigenlijk. Dan moet het toch helemaal goed komen. Dat jij met 5 hartjes en damage kreeg, dat kan niet. Nee, daarom. Bro, ga jij lekker door nog mijn wapens maken. Ik ga weer terug naar mijn huisje. Oké. Ja, wel trust alvast. Doei doei. Wel trust, doei doei. Ja, dames en heren, dit is echt super nice. We hebben een wapenkamer, we worden echt super sterk. Dit moeten we toch winnen. Wil je nou zien wat Giel allemaal aan het doen is? Klik dan snel op deze video. Doe ik even duimpje omhoog. Vergeet te abonneren. Mick out.